We zijn hier vandaag bij elkaar in het topsportcentrum van Rotterdam. Hier verzamelen we geld voor het Sophia Kinderziekenhuis en heel specifiek voor het Kinderhersencentrum. We gaan nu voor kinderen met aandoeningen van hersenen en hoofd en zintuigen de expertise bundelen en samenwerken om zorg en onderzoek te verbeteren. En dat willen we doen door het Kinderhersenlab te stichten. In het Kinderhersencentrum worden kinderen behandeld met bijvoorbeeld autisme, met epilepsie. Maar wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben, is problemen met de ontwikkeling van de hersenen of met het functioneren van de hersenen. Nou, ik doe mee eigenlijk puur voor mijn zoontje. Gewoon die is 10 jaar geleden bijna verdronken. Hij heeft daardoor hersenletsel opgenomen. Door het zuurstoftekort is het daardoor meervoudig beperkt geworden. Dus die moet iedere dag afzien. Ene keer in een jaar. Dan ga ik ook gewoon even tot het gaatje. En dan moet ik maar even afzien. Want ja, dat moet hij eigenlijk het hele jaar door. Ik wil er zoveel mogelijk geld ophalen, want ik zie dat het nodig is. En als wij met deze editie het hersenlaboratorium kunnen realiseren, is het alleen maar mooi. BMW Groep sponsort het evenement en dat betekent dus dat we echt voor het nieuwe Kinderhersencentrum met z'n allen zoveel mogelijk geld ophalen. Ik ben presentator en ik ben hier dit hele weekend omdat je hier ontzettend veel energie van krijgt. Nou, het mooie wat ik vind aan het evenement Sporten voor Sophia is dat je gewoon lekker met 300 man in zo'n zaal zit. Er staan heel veel vrijwilligers die lekker ook banaantjes geven en lekker gezellig, weet je, je enthousiasmeren om gewoon 3 uur lekker lang te knallen voor het goede doel. En het is een flow waarin je komt. Het is zo heftig, eigenlijk moet je het vanzelf meemaken. Op een gegeven moment, als je dan eenmaal een uur onderweg bent, dan heb je het gevoel van oké, we hebben nog echt een uur te gaan, we zijn op de helft. Je hebt die muziek nodig, je hebt het licht nodig, maar ook de mensen die naast je zitten, om je heen zitten. En je hoort misschien op de achtergrond die presenters je aanmoedigen, enthousiast zijn. Je moet dat volhouden, hoe pijn het ook gaat doen. En dan gaat iedereen weer staan en dan komt de muziek erbij. Ja, dat is fenomenaal, echt een geweldige ervaring van mij. 3, 2, 1. Nou, dat is natuurlijk een fenomenaal bedrag. Dit overtreft alle verwachtingen. Dus we zijn daar ontzettend blij mee en dat geeft ons echt mogelijkheden. Ik denk dat de mensen niet eens in de gaten hebben hoe waardevol dat is, hè, voor ons team. Als je dit zo meemaakt, dan heb je echt het gevoel dat je ook buiten het ziekenhuis gesteund voelt. En dat is echt heel bijzonder.